Ezra Abdulatif. Vanavond is de participatiewet aangenomen. Wat betekent dat voor je en wat vind je ervan? Nou, dat betekent niet voor mij alleen, maar dat betekent voor heel veel mensen die eigenlijk een kwetsbare doelgroep, die hebben wij hier in Almelo helaas. En ook voor de 11 partners die armoedepact hier in Almelo. Die vragen ze voor begrip en steun voor die mensen. Die lopen ze eigenlijk als ze niet kan, als ze een tijdelijk werk hebben en niet goed gaat en dan vallen ze terug in de uitkering. Dan moeten ze een verkorte aanvragenprocedure hebben. In Almelo hebben wij het hier niet duidelijk. De wethouder had dit over voor 1 maand en later voor 2 maanden. En toen hebben we tijdens de begrotingsbehandeling over gehad en toen heeft hij ook tussen neus en lip gezegd over 6 maanden. En dan moeten we duidelijk maken. Dan moeten we echt met een motie hier vastleggen van wij, niet alleen wij, maar ook die partners van ons, die moeten het weten van als een iemand kwetsbaar in die doelgroep die niet kan, dan kan ook de verkorte aanvragenprocedure binnen 6 maanden kunnen ze dat aanvragen. Dan hoef je niet de hele procedure opnieuw te gaan maken. En dat is zo belangrijk voor mensen ook te stimuleren voor werk. Dan gaan ze aan het werk en als het niet kan, dan gaan ze terugvallen en dan valt geen problemen hiermee ook voor wetenschappelijk of financiële problemen voor die mensen. Ja, dat betekent dus, als ik het kort samenvat, dat ze dan niet meteen weer in een gat vallen en financieel tekortkomen, zeg maar. Klopt dat? Nou ja, precies. Dat is het juist. Eigenlijk als ze terugvallen, dan is het heel veel negatieve consequenties hieraan. En dat moeten we niet hebben. De mensen hebben ze genoeg aan hun hoofd. En dan moeten we ook nog niet een stuk financiën ook bij neerleggen. En ook niet bij de partners. Omdat de partners, die hebben ze zoveel steun aan. En dan praten we over verzekeringen, woningcoöperatie, scholen. Het zijn allemaal betrokken bij mensen die hard nodig om steun hier te krijgen, om juist van uitkering naar het werk te krijgen. Dankjewel. Dankjewel.